Geneeskunde maakt momenteel echt duizelingwekkende veranderingen door. Ziet u ooit nog een reumapatiënt met een rolstoel? Nee, dat bestaat niet meer. Door een paar simpele infusen in de tijd gegeven, kan je reuma eigenlijk helemaal de kop indrukken. Waarom zijn dodelijke ziektes steeds minder vaak dodelijk? De Universiteit van Nederland presenteert internist professor Dr. Marcel Levy. U kent wel al die ziektes, hè, die massamoordenaars uit het verleden. De pest, tuberculose, ook wel tering genoemd, of pleuris, of cholera, krijgt de cholera. Het zijn allemaal ziektes die we kennen, waar miljoenen mensen in de geschiedenis aan overleden zijn, maar die nu eigenlijk een beetje, in ieder geval in onze westerse wereld, tot het verleden behoren. Maar dat heeft best heel lang geduurd. Dat heeft soms eeuwen geduurd voor bijvoorbeeld pest of tuberculose verdwenen waren. Dat gaat tegenwoordig wel heel anders. De geneeskunde maakt momenteel echt duizelingwekkende veranderingen door. En onder invloed van genetica, techniek, biotechnologie, is er nu kennis wordt er vergaard en dat leidt dan tot nieuwe therapieën die vaak heel erg spectaculair zijn. En soms zie je dus ook mensen die op een hele eenvoudige manier behandeld kunnen worden aan ziektes waar je misschien 5 of 10 jaar geleden gewoon eigenlijk niks voor had en waar mensen dan aan waren komen te overlijden. Dat gaan we nu ook een beetje zien aan het verhaal van meneer Sier. Ik pak er even een stoel bij. Meneer Sier, goedenavond. En fantastisch dat u hier gekomen bent. Uit Volendam. Ja. Uw ziektegeschiedenis begon in 2004, heb ik begrepen. En kunt u ons misschien vertellen waar u op dat moment last van had? Ik werd al magerder en ik had pijn in mijn rug. Steek constant. In de nacht had ik angstzweet. U viel af in gewicht. Was dat een beetje of heel veel? 10 kilo. En tot slot zei u dat u 's nachts erg moest transpireren. Ja. Hoe erg was dat? Ja, nat. Dus dat was waar u het meeste last van had. Hoe voelde u zich verder in die tijd? Fietsen en dan moest ik weer 1,5 dag wachten dat ik weer een stukje kon fietsen. Oké, dus u fietste wel, maar u kon dat niet zo lang volhouden en dan moest u een tijdje weer bijkomen, zal ik maar zeggen. En dan ging het weer. En dat kende u niet van uzelf? Nee. Toen dacht u op een gegeven moment, dit is niet goed. Mijn vrienden en mijn familie zei, ga naar een dokter. En wat moest u doen, of wat zei de dokter dat het was? Vermoedelijk CML. En toen zei u natuurlijk, oké, wat is CML? En wat zei de dokter toen? Ja, bloedkanker. Ik ga denk ik eventjes aan de zaal vertellen wat bloedkanker is en hoe het komt. En dan kom ik daarna wel bij u terug over hoe u vervolgens behandeld bent geworden. Oeps. Meneer Sier die zei al, hij werd hem verteld, u heeft leukemie, of eigenlijk noemde hij eerst het woord bloedkanker. En dat is in feite wat leukemie is. Leukemie is Grieks voor wit bloed. Het is dan ook een ziekte van de witte bloedlichaampjes. De witte bloedlichaampjes zijn belangrijk bij de afweer. Die circuleren in je bloed. En wat is leukemie? Leukemie is eigenlijk een ongebreidelde woekering, een groei van witte bloedlichaampjes. Dat je er ongelooflijk veel hebt. Het zijn ook eigenlijk niet goed ontwikkelde witte bloedlichaampjes. Die verdringen ook je andere bloedcellen. En dat is inderdaad een levensbedreigende en buitengewoon gevaarlijke ziekte. Hoe komt een mens aan leukemie? Dat hebben we heel erg lang niet geweten. Maar daar is de laatste tijd toch wel iets meer duidelijkheid in gekomen. Moet je voorstellen dat die witte bloedlichaampjes, die ontwikkelen zich, die worden gemaakt in het beenmerg en die ontwikkelen zich tot volwassen witte bloedlichaampjes met een aantal bepaalde fasen waar ze doorheen gaan en ook een bepaalde groeisnelheid. En al die processen die worden geregeld door ons erfelijk materiaal. Dus je hebt een gen wat gaat over de ontwikkeling van witte bloedcellen. En je hebt een ander gen en dat gaat over de groeisnelheid van witte bloedlichaampjes. En dat zorgt ervoor dat zoals wij hier zitten, allemaal een normale hoeveelheid witte bloedlichaampjes hebben die zich normaal ontwikkelen. Om u een idee te geven, die witte bloedlichaampjes die leven helemaal niet lang. Een paar uur. En je hebt er een paar miljard. Dus je kan je voorstellen dat je eigenlijk voortdurend witte bloedlichaampjes aan het aanmaken bent. En dat het dus eigenlijk een heel strak geregeld systeem moet zijn. De laatste jaren hebben we eigenlijk best wel heel goed geleerd hoe dat in zijn werk gaat. En om daar iets over te vertellen heb ik dit heel eenvoudige modelletje meegenomen. En dit is eigenlijk een simpel model,
Maar dit representeert twee chromosomen. Dit is chromosoom 9 en dit is chromosoom 22. Dat doet er verder helemaal niet toe, maar het is leuk om dat te vertellen. Op chromosoom 9 zit een stukje. En dat gaat vooral over de ontwikkeling van de witte bloedcellen. Die regelt dat. Daar zit een gen en die maakt een eiwitje. En die zorgt ervoor dat de witte bloedcellen goed tot ontwikkeling komen. Op chromosoom 22 zit ook een eiwitje. Een gen, moet ik zeggen, wat codeert voor een eiwitje. En dat gaat vooral over de groeisnelheid van witte bloedlichaampjes. Die chromosomen zitten in onze cellen. Die bevatten ons erfelijk materiaal. En het zijn er meer, ze hebben allemaal een nummertje. Maar ik heb het nu alleen maar even over nummer 9 en nummer 22. Die cellen die moeten delen, dan moet het DNA ook delen. En dat is een tricky moment. Want op het moment dat het DNA deelt, moet het gekopieerd worden, moet het zich vermenigvuldigen en dan kan er wel eens iets misgaan. Stel je nou eens voor, bij die deling gaat er wat mis. En dat stukje van chromosoom 22, wat ging over de groeisnelheid, komt per ongeluk terecht op chromosoom 9. En andersom, het stukje van chromosoom 9 komt terecht op 22. Kan zomaar gebeuren. Dan krijg je dus een nieuw eiwit, een nieuwe code, een nieuw eiwit. En dat is een verkeerd eiwit. Dat is een eiwit die leidt tot een verkeerde ontwikkeling van witte bloedcellen en een veel te hoge verdubbelingssnelheid van de witte bloedcellen. En in feite is dat wat er gebeurt bij leukemie. Nou, dat is interessant, want nou weten we hoe de ziekte is ontstaan, maar wat heeft de patiënt daar uiteindelijk aan? Nou, deze kennis die was een tijdje bekend en toen hebben mensen gedacht, nou, als we dan toch weten dat er een verkeerd eiwitje is, waarom maken we dan niet een medicijn wat heel specifiek dat verkeerde eiwit remt? Een pilletje. Dat is natuurlijk een interessante gedachte, want dan heb je dus dat verkeerde eiwit en dat kan je remmen door iemand een pilletje te geven en dan zou dus in principe de leukemie over moeten gaan. Een ziekte die eigenlijk op dat moment nauwelijks te behandelen was, chemotherapie, matig effectief, leidt toch heel vaak tot onbehandelbare ziekte, zou dan op een hele eenvoudige manier met een pilletje onderdrukt kunnen worden. Nou, dat was 2004 en dat medicijn dat was er toen net, meneer Sier. Dus de dokters in het AMC die hebben u dat medicijn toegegeven. Hè? En dat was 2004, even rekenen, dat was 9 jaar geleden. En hoe is het daarna met u gegaan? Toen ging ik weer leven. Toen ging u weer leven. En hoe vaak moet u dat pilletje innemen? Nou, eerst 8, toen 6 en nu 4. 4 per dag? 4 per dag. En dat is alles? Dat is alles. En dat doet u al 9 jaar? Al 9 jaar. En nou heeft u vast wel eens aan de dokter gevraagd van hoe gaat het nou in de toekomst? Dan heb ik je wel gevraagd aan, ik moet 100 worden. U moet 100 worden. Oké. En dat is u beloofd inmiddels? Nee? Nog niet. Nog niet. Oké. U ziet dus eigenlijk dat met een hele simpele interventie, 1 tabletje per dag, je dus al een ziekte die tot voor kort ongeneeslijk was, eigenlijk helemaal beter kan maken. En dat geldt helemaal niet alleen voor leukemie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de ziekte van Crohn, een ernstige darmziekte. Een ziekte die je eigenlijk momenteel ook met eenvoudige medicijnen in heel veel gevallen heel rustig kunt krijgen. Of voor reuma, een ziekte waar mensen vroeger toch eigenlijk altijd uiteindelijk in een rolstoel van terechtkwamen. Ziet u ooit nog een reuma-patiënt met een rolstoel? Nee, dat bestaat niet meer. Door een paar simpele infusen in de tijd gegeven, kan je reuma eigenlijk helemaal de kop indrukken. Maagzweren kan je met tabletjes behandelen. Voor heel veel ziekten is inzicht ontstaan hoe het werkt door kennis van de genetica, van chromosomen, van het DNA of gewoon van de cellen, hoe ze werken of door andere technische vorderingen. En dat leidt dan inderdaad tot betere therapie die soms dramatische gevolgen kunnen hebben. En mensen komen dus niet meer te overlijden aan ziekten waar ze 5 of 10 jaar geleden nog heel snel eigenlijk aan kwamen te overlijden omdat er geen goede behandeling voor was. Nou, meneer Sier is daar een heel erg goed voorbeeld van. Ik kan niet helemaal beloven dat u 100 wordt, maar de kans is wel heel erg groot dat u in ieder geval van deze ziekte, dat deze ziekte in ieder geval niet zal veroorzaken dat u voortijdig toch komt te overlijden. Of dat, ja, of dat leidt tot een 100-jarige leeftijd, dat weet ik niet helemaal, maar laten we het op 99 houden.
Oké. Nou, dames en heren, u ziet dat al die dingen waar u over leest in de tijdschriften, in de kranten, de moleculaire biologie, de genetica, echt wel heel veel betekenen gewoon voor van dag tot dag geneeskunde en voor gewoon patiënten die daar voordeel bij hebben. Het is natuurlijk een enorm mooi goed nieuwsverhaal. Toch, als ik heel eerlijk ben, is het leven soms ook net iets minder mooi in de praktijk dan dit verhaal ons doet geloven. Maar daar ga ik u in het volgende college iets over vertellen. Dank u wel.